Je zegt dat je crème spoelen gebruikt, maar we geloven daar niks van. Kijk hoe eng. Wat jullie allemaal over mijn zus zeggen, we don't give a damn, bro. Hij is echt lelijk trouwens. Zo, goedemorgen. Kijk, dit is nou de reden waarom ik zeg ik wil geen krullen meer. Mijn kleur is trouwens echt fucking mooi. Ja, jullie zien het niet. Het is echt een beetje lichtbruin nu, zeg maar. Omdat het wat assiger is, maar ja, door de zon wordt het wel echt heel licht. Dus ik ben echt benieuwd hoe het er vanavond uitziet als het stijl is. Ik ga het vanavond gelijk weer laten stijlen vanmorgen. Want ik vind ook dat krullen wat chiquer of zo. Ik weet niet, het staat gewoon wat mooier of zo. Dus ja. Nou, hoe ik dit ga fixen. Gewoon met de plantenspuit. Ik ga nu gewoon bloed prikken, jongens. Ik ben echt zenuwachtig. Klinkt echt raar, maar ik ben gewoon echt oprecht zenuwachtig. Bloed prikken. Ik ga trouwens kruispoeling van de kruidvat. Oh, en ik heb mijn shirtje aan van gisteren. Leuk, hè? Ja, ik laat jullie nog gewoon een keer een hair tutorial zien. Maar die komt even na alle feestjes en vakanties en dat soort dingen. Wanneer ik weer mijn krullen ga verzorgen, dan laat ik jullie een hair tutorial zien. Want dan heb ik mijn krullen ook weer terug. Zo. Ik weet ook nooit, als jullie echt een plek hebben waarvan je denkt, deze elastiekjes zijn echt heel goed voor krullend haar. Let me know, want ik haal nu zeg maar die elastiekjes die, laten we zo zien, zijn helemaal van elastiek. Dus die knappen dan ook niet, maar anders gebruik ik panties. Klinkt misschien heel raar voor sommige mensen in hun oren, maar de bovenkant van een panty is heel, ja, heel erg stretchy zeg maar. En deze elastiekjes ook, zit geen zo'n ding tussen, weet je wel, waar je als je het heel erg trekt, dat je dan uit elkaar ramt. En die moeten echt heel vaak eromheen doen. Nu al 6e keer. Anders zit het ook gewoon niet. Ik weet trouwens niet of het slim is om haar in een knotje te doen. Want ik moet... Nou ja, ik heb dus een nieuwe wimperstylist gevonden in Almere. En ik moet daar 4 uur zitten voor een nieuwe wimperset. Dus ik ben benieuwd of het ook daadwerkelijk 4 uur duurt. Of mijn rug dat gaat volhouden. Dat is de tweede. En... Nou ja, of ik het zelf ga volhouden. Ik ben sowieso niet de type die echt de hele dag stil kan zitten. En 4 uur vind ik op zich best wel lang om stil te zitten. Zo. Ik gebruik trouwens crème spoeling echt voor alles hoor. Mijn haar los, mijn haar vast, alles gewoon. En ik heb het ook al eerder op mijn Instagram gedeeld. En toen kreeg ik echt van die berichten. Je zegt dat je crème spoeling gebruikt, maar we geloven daar niks van. Want dat kan gewoon niet. En je hebt sowieso andere spullen die je ook gebruikt en bla bla. Nee, ik gebruik gewoon crème spoeling van de kruidvat. En dat doe ik echt al mijn hele leven sinds ik zelf mijn haar doe. En daarvoor deed mijn moeder maar. En ze gebruikt ook gewoon crème spoeling. Maar toen had het wel een andere verpakking. Nu is het zeg maar heel zo. Ik ga even een ontbijtje maken voor mij en mijn zusje. En dan neem ik jullie mee naar de wimpers. Ik denk dat het dan mijn gezicht gewoon echt heel anders eruit ziet. Nu zie je echt zo leeg kop, zeg maar. En straks is het dan wel wat anders. Dus laat jullie het zien. Jongens, ik heb gewoon bloed geprikt. Kijk! Eindelijk, na bijna 4 maanden. Oh, maar het was hoeveel dingen waren het? Die lijst? 8. Het waren 8 buisjes. Ze pakte er eerst 9 en 6 en nou, doe maar 1 minder. Toen waren het er 8 en toen zei ik oké, voor mijn kind. En toen ging ze prikken. Goed hè van mij. Ja. Ik ging niet gillen, niks. Ik deel wel even zo, maar... En nu is mijn hele arm blauw. En mijn hele ader is leeg, want er kwam niks meer uit, hè? Ja. En we gaan even eten. En we hebben weer wat te snijden gehad bij de Albert Heijn. En dan gaan we... Weer in de auto en mijn wimpers zijn gedaan. Even jullie kunnen zien, maar... Oh, ik wil niet dat zien. Maar het is echt wel een heel groot verschil zo. Ik vind het ook wel echt mooi. En jongens, kijk dit. Kijk hoe eng. Het is echt eng, hè? Lijkt alsof het helemaal
aan het uitbarsten is of zo. Die blauwe plek. Mijn hele ader is ook helemaal dik. Maar goed, het zal wel bij bloedtrekken horen. Ik doe het eigenlijk nooit. Wij gaan nu, wat gaan we nu doen? Auto wassen, even naar de Action. Even naar de HEMA. Ja, dat gaan we doen. En dan gaan we mijn nagels doen. Oké, luister. Ga jij de kijkers even laten zien hoe goed jij een auto kan schoonmaken? Zal ik het filmen? Hoe goed je stof staat? Maar je zus is zwanger. Maar ja, wij gaan het ook doen. Want nee, jij kan het niet. Haar nee, auto, snap je? Zij moet de auto verzorgen. Dus ja. Krijg je McDonald's? Ja. Ben je McDonald's? McDonald's? Nee. Als je gaat stofzuigen, krijg je McDonald's. Ik ga door de stofzuigen, jij ook. Ja. Nou, wij gaan even stofzuigen. Ik ben klaar met mijn nagels doen en ik ben echt niet echt tevreden of zo. Ik weet het niet. De vorige keer deed een vrouw het en die deed het op zich wel mooi, maar ze deed er echt 2 uur lang over. En nu, ja, kijk hier. Ik weet niet, het is in Almere Poort, heb je 1 nagelsalon, dat is echt achter mijn huis. Dus het is voor mij zeg maar wel dichtbij, maar goed, als het niet goed is, dan moet je het ook gewoon niet meer doen. Kijk dat broodje. Oh, daar heb ik zin in. Waar heeft hij dat gehaald? Ik heb het nu ook zien. We zien hier een jongen, hij heeft een kapot lekker broodje. Zullen we gewoon vragen? Nee. Nee, oké, we gaan eventjes hier, brood naar huis. En dan zien we wel. Nou mensen, we hebben zo, al we gaan veel... vloggen. Ja. Nou, we hebben al heel veel gedaan. Rodaya die is, nou die heeft de wimpers gedaan. Ik heb mijn wimpers gedaan bij High. Gedaan. Bij High, wat is het ook weer? High Class. Echt, echt. En ze doet het heel goed. Mooi. Ja. Heel goed. En ze neemt echt de tijd. Hoe lang waren we bezig? 3 uur of zo? Nee, 2 uur. 2 uurtjes. Maar. 2 uurtjes. Het is echt heel mooi. Het is heel subtiel ook. High Clash. High Clash. High punt Clash. We hebben nagels gedaan met die verschrikkelijke nagelsalon. Ja. Wat hebben we daarna gedaan? Ja. Even hamburgers gebakken. Ja. Vergeten. En de camera lag in de auto, dus hebben we het niet gefilmd. Nee. En ik ben net gebeld of ik, voor een programma, zeg maar, een ander programma, of ik er aan mee wil doen. En ik moet om 6 uur, of een uurtje moet ik weer bellen. En dan, voor de casting, zeg maar. Spannend, hè? Twijfel wel, maar en ik denk, ik moet het gewoon doen. Ik moet het gewoon doen, eigenlijk. Gewoon doen, waarom niet? Ja. Ik weet niet, ik ga even over nadenken, maar op zich klonk het allemaal wel heel positief. En voor de rest hebben we niks gedaan, hè? Dus ik weet niet wat je wil vertellen. Nee. Dat wij zeggen. Ja, maar we gaan nog wel een paar dingetjes doen. Jij gaat naar huis! Ga je mond dicht! We gaan nu mijn tante ophalen. Die ga ik even ergens naartoe brengen. En mijn nichtje en mijn neefje. En dan ga ik haar gewoon afzetten thuis. Ja. En dan ga je gewoon naar huis en je gaat niks doen. Ga je mond dicht, want het is die morgen gewoon weer. Ga je mond maar dicht. Hi lieve mensen, welkom bij de nieuwe vlog van Rodaya de General. Nee, dat vind ik wel niet leuk. Je moet normaal doen. Ja, wat vind je van mensen die alleen maar negatief zijn dan over zwangerschap? Hm? Of wat vind je van de haat is? Nou, listen to me. Listen to me, my darlings. Oké? Wat jullie allemaal over mijn zus zeggen, we don't give a damn, bro. En als we je tegenkomen, girl. Beter ren je weg. Zeg het er. Beter ren je weg en kijk niet achterom. Oké, laat even duidelijk zijn. Oké, wij zitten echt heel oncomfortabel op een stoeletje. Ja, heel oncomfortabel. Maar ik ben even met mijn broertje. En morgen is dus de January Review. En ik dacht, het is wel leuk als we weer deze gaan gebruiken samen. En dat zijn dus die Lineal Whitening Strips. En ik heb ze ook al een keer op mijn Instagram gedeeld. Dus ik dacht, het is ook wel leuk om met jullie te delen. Eentje voor jou. Oh, dankjewel. Heb je gevoelige tanden? Denk het wel. Ja, ik heb dus ook gevoelige tanden. En met deze strips heb ik dus gewoon echt nergens last van. En wat je dus doet... Nou, ik maak hem even open. Ik krijg allemaal van zulke pakketjes. Nou, ik open het openmaken. Ja. Je hebt ook een tandenborstel erbij, maar die tandenborstel die ligt in de badkamer. Want ik gebruik dit wel wat vaker. Eentje is de onderstrip en eentje is de bovenstrip. Deze is de onderstrip. Ja. Echt? Ja. En deze is de bovenstrip. Dus dit... Dit boven en ja. Moet aan je bovenkant vegen. Jij moet het doen, je moet niet laten zien. Jij moet het doen. Oh, je moet het losmaken van het. Ja, dus we beginnen met de bovenstrip. Oké.
Dat is die, ja. En het zit zeg maar ook een plakje aan de voorkant. Dus die moet je ook eraf halen. Dus je plakt het zeg maar erop. Kijk. En dan is het ook. Hij is echt lelijk trouwens. Mm-hmm. Lijkt op een vampier. Freddy Krueger. Ik kan het niet. En dan zit ik ook, kijk. Hier ook. Ik krijg hier nooit eraf, maar... Goed lekker. Dan kan je eten, dit of... Nee. 30 tot 20 minuten laat op laten zitten. En dan... Je handen worden vies, dus... Ja, dan moet je goed tanden maken. Ja. Als je gaat nat, dan trek je het in je tanden. Mag je hem wel eens maken of... Nee, een onderstip. Oh, je hebt hem al. Ja, ik heb hem al. Nee, je hebt nog een plasticje aan de voorkant. Die moet ik er ook af. Hier aan de voorkant zit een plasticje. Huh? Maar laat me even zitten, ja, gewoon, want ik krijg gewoon hier al. Oké, en dan je onderstip. Kijk hoe je hoe lijkt. Ik. Kijk hier in de camera. Oh, daar is je camera. Echt lelijk. En dit lijkt dus kun, ik heb 30 minuten schikken. Dan heb je hele wit tanden morgen. Hoe lang? 20 minuten of 30 minuten. Nee, hoe lang zijn je tanden wit? Gewoon zo lang mogelijk. Het wordt echt wit, ik zweer. Oké. Okay. Dat gaat echt zien. Oké. Okay. En als je niet tevreden bent, krijg je je goud terug. Ja, sure. Oké, we komen zo. Dus eigenlijk alleen als ik geen tanden heb. Oké, we komen zo terug. Wij zijn klaar en je ziet het wel zelf, hè? Maar niet zeg maar... Niet echt. Ja, niet echt in de camera. Maar ja, wel... Maar het resultaat, het ziet er wel goed uit. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Is je goud waard? Ja, vind je? Zeker. Nou, helemaal goed, jongen. Ik ben nu even bezig met de vlogs versturen. Of de video's versturen, of hoe ze dat ook noemen. En daarna komt een vriendje van mij mijn haar doen. Ik ga jullie laten zien. Zij is echt de allerbeste met stijlen. Ik stel bij niemand anders, alleen bij haar. En ze komt aan huis. Echt. Niet omdat het mijn vriendin is, maar ik ga jullie zo before en after laten zien. En haar Instagram is slaybar.mani. M-A-N-I. En je ziet gewoon echt alle before's en after. Het is echt gewoon heel, heel zacht maken ze het. En ze doet het met de steampot. Dus het is ook gewoon heel goed voor je haar, zeg maar. Het beschadigt niet heel erg je haar. Dus dat ga ik zo meteen. Iemand komt binnen, denk ik, ook nog doen. Hoi, Moppie. Oh, ze is er al. Kijk hoe mooi mijn haar gedaan is. Ik kan gewoon niet stoppen om te kijken. Het is gewoon echt, jongens. Ja, je hebt het op het filmpje denk ik al gezien. Maar het is gewoon echt helemaal glad. Ziek, hè? Dat het gewoon kan. Morgen ga ik het wel krullen en ik heb echt wallen van hier tot Tokio. Dus ik moet echt slapen. Hoe laat is het nu? Het is nu 12:15 en ik moet om 6:00 alweer op. En kijk wat we gedaan hebben. Leuk, hè? We gaan met z'n vieren slapen, wat vind je ervan? De vieren? Nee, ik ga op de bank slapen. Beneden? Echte mannen gaan beneden op de bank. Echte mannen horen op de bank, nee, grapje. Nee, maar hij wil op de bank slapen omdat het anders te warm wordt. Maar ja, ik slaap op zolder, dus het wordt echt keiheet volgens mij. En ik kan niet zonder deken slapen, hij verklaart me voor gek, maar... Ja, eet maar. Maar ik kan gewoon niet zonder deken slapen. En ook niet. Ik moet echt zo'n jurkje aan. Ik kan ook gewoon niet naakt. Ik kan dat niet. Kijk die deken even? Die deken? Kijk hoe dik die deken is. Kijk hoe dik. Dat is gewoon de helft van een dubbele deken. Dat is helemaal niet dik. Hij stelt zich gewoon aan. Maar ik kan hem gewoon niet. En ook van die meiden die zeggen, ja, ik slaap altijd naakt. Ik kan dat niet. Ik val dan gewoon niet in slaap. Ik moet altijd een jurkje of iets aan. Altijd. Maar goed. Wij gaan lekker slapen. En morgen is de January peel. Oep, oep. Dat is mijn weertje niet spannend. Heel leuk, ja, zeker. Zeker, zogenaamd. Wat denk je dat wordt dan? Denk je, jongen. Je smakt, smekt. Ik denk je, jongen. Wat hoop je? Ik hoop niks, denk je, jongen. Maar je hoopt niks? Ik hoop een gezond kindje. Oh, goed. Gezond neefje van dat mij. Dat zeg je mooi. Daar ben ik er blij om. Ga je ervoor zorgen dan? Ja, tuurlijk. Dat zeggen ze nu, zit vast op camera, hè? Tuurlijk. Dan moet je het ook echt doen, hè? Ja, nee, oké. Okay. Morgen is het gender review. Ik ben echt heel, heel zenuwachtig. Heel, heel. We moeten nog allemaal dingen doen. We moeten nog taart halen, drinken. Drinken heb ik nog niet eens gehaald, moet je nagaan.
drinken halen. Nou, de rest ben ik alweer vergeten wat we moeten halen. Of zo. Ik denk wel dat ik iets ga dromen. Als ik aan iets denk en ik ga slapen, dan ga ik dromen. Ik denk echt dat ik iets ga dromen nu. Niet te veel nadenken. Gewoon... Tuurlijk wel, ik moet wel nadenken. Want ik weet eigenlijk zeker dat het te jonger wordt, maar ze hadden het een meisje wordt. Hé, hey, wow, dat is echt wow. Wat is het een meisje dan? Dat is echt veel, hè. Ik heb overal gezegd dat ik denk dat het te jonger wordt. Continu gewoon. Oh mijn god, die vallen ook echt, jongen. Jezus. Wil je een jong hebben of wil je een meisje? Wat is het nou? Mij maakt het niet uit, maar ik heb echt in mijn hoofd al heel lang, sinds dat ik zwanger ben, het wordt een jongen, snap je? Dus dan heb je ook het gevoel van, oké, het wordt een jongen, zeg maar. Dan ga je gaat daar aan wennen. Dan heb ik van die trainingspakjes, weet je, allemaal gewoon leuke dingetjes in mijn hoofd. En dan denk ik, ja, dan wordt het een meisje, dan is het toch wel weer strikjes en zo, haarbandjes, dat soort dingen, is anders. Dus nou, ja. We zien het wel. Gaan lekker slapen. We nemen jullie morgen mee en ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het echt heel spannend. Nou, doei doei, tot in de volgende video.